Het belooft opnieuw een spannende week te worden in Politiek Den Haag. Gisteren openbaarde het demissionaire kabinet de notulen van verschillende ministerraden in 2019. Dat gebeurt zelden, want de inhoud van de notulen is staatsgeheim. Maar gisteren was dan toch die dag dat dat document van 37 pagina's openbaar werd gemaakt. Iedereen ging direct volle bak arseren en de opvallende dingen eruit pikken. Ja. Als jij nou het opvallendste ding mocht noemen, wat is dat dan? Nou, dat is best wel moeilijk hoor, om dat eruit te halen. Want er is echt zoveel gezegd. En verschillende bewindspersonen hebben over verschillende Kamerleden wat gezegd. Ik denk wel dat opvallend was dat minister Koolmees, die uiteindelijk gisteren ook bij Op1 daar wat meer over heeft verteld, dat die degene was die dat een beetje leek aan te zwengelen. Van, ik word een beetje moe van die Kamerleden die ons toch een beetje lijken tegen te werken. Kunnen we niet samen meer naar oplossingen zoeken? Dus dat vond ik wel opvallend. Maar ja, ook dat gewoon iedereen dat beaamde. En de enige die wat tegenstand leek te bieden was minister Kaag. Maar ook die zei uiteindelijk van, nou, fel debat is nodig, maar wel binnen dan gestelde kaders. Ja, maar wat zegt dit nou dan eigenlijk? Want ik vind het ook weer niet zo gek dat ze met elkaar dit bespreken, toch? Nou ja, in principe zijn alle Kamerleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Dus die moeten allemaal de regering, het kabinet, controleren. Ja. Dus dat dan Kamerleden zijn van de oppositie moet eigenlijk niet in die zin uitmaken. Wat ik ook opvallend was, dat Carola Schouten had het ook nog over eerder vertrouwelijk inlichten van de coalitie. Wat betekent dat coalitie voorsprong zou hebben op Kamerleden vanuit de oppositie. Dus er is best wel veel waar wel echt in ieder geval vraagtekens over te stellen. Ja, waar vraagtekens over te stellen zijn, over bij te zetten zijn als je politiek duider bent of als je midden in de Haagse bubbel zit. Maar als je gewoon Nederlander bent, zoals misschien jij en ik, die dit op een afstandje bekijken. Wat denk je dan? Dat denk ik, doe niet zo naïef met z'n allen. Je hebt partijdiscipline, is iets wat we al jaren kennen in Nederland. Je weet gewoon dat als je in een coalitie gaat, dat mensen gewoon moeten stemmen zoals er gestemd wordt binnen de coalitie. Of binnen de partij zoals het bepaald wordt. Alle partijen hebben die partijdiscipline. En er zijn weinig partijen waar één pitters of waar eenlingen zeg maar hun zegje kunnen doen zonder dat dat consequenties heeft dat je uit de partij moet gaan of dat je uit de Tweede Kamer wordt gezet. Ik heb zoiets van, deze dingen zijn geheim. Het is niet zomaar dat het geheim is. Misschien is het goed dat we nu één keer de inkijk hebben gehad om het dualisme waar u het over hebt weer een beetje te, op de agenda te zetten. Dat er goed naar gekeken wordt. Maar om te denken dat dit iets vreselijks nieuws is wat er gebeurd is. En dat dit echt, dat vind ik een beetje naïef om dat te denken. Want zo gaat het gewoon toen in het Haagse volgens mij. Heb jij ook datzelfde gevoel? Ja, als burger heb ik zeker datzelfde gevoel. Het vertrouwen wat men dan wil herstellen komt eigenlijk steeds verder weg te liggen. Maar als burger denk je, nou, beste mensen in Den Haag, stop met deze Haagse hobby's. En ga, en ga een kabinet formeren en ga de crisis bestrijden. Maar precies, dat is misschien wat mensen denken. Maar dat is niet hoe er in Den Haag gereageerd wordt. Nee, allemaal verschillende partijen die roepen wel weer moord en brand over dit. Ja, en ik snap dit ook. Ik snap dit sentiment. Maar het is ook wel heel belangrijk. En natuurlijk is het zo dat wat er in de ministerraad besproken wordt normaal niet naar buiten komt. En dat dat ook goed is. Want er moeten dingen besproken kunnen worden. Maar goed, nu zien we het wel. En dan zien we hoe het eraan toe gaat. En dan snap ik ook dat de oppositie daar natuurlijk bovenop springt. En we hebben hele extreme reacties gezien. Vooral vanuit Wilders. Dat is inderdaad allemaal heel begrijpelijk. Met als extra complicerende factor natuurlijk dat er 17 fracties in die Kamer zitten. Met allemaal edelingen die allemaal hun zegje moeten doen. Met als gevolg dat je naar een flipperkast parlement aan het kijken bent, waar in feite de oplossende werking, tenminste, zo zie ik het als burger, hè, niet meer aanwezig is. Nee, die oplossing lijkt verder weg dan ooit. Maar die leek daarvoor ook al best wel ver weg. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd naar het debat en wat het debat gaat brengen. Ja. Even luisteren naar, je noemde hem al, Wouter Koolmees. Die zat dus gisteravond bij Op1. En volgens hem is het de taak van de coalitie om gezamenlijk problemen op te lossen. Wat wel zo is, is dat wij inderdaad in de ministerraad gesprekken met elkaar hebben over politieke debatten die plaatsvinden. Zeker als een staatssecretaris onder vuur ligt, dat je ook gaat helpen om proberen om het probleem op te lossen. En als u naar mijn quotes ook kijkt, uit die notulen, daar staat ook dat ik op zoek ben naar het probleem op te lossen. En ik nu zie dat Kamerleden van onderling ruzie aan het maken zijn binnen de coalitie. En ik vind, als je samenwerkt met vier partijen en samenwerkt om problemen op te lossen, dat je dat ook een verantwoordelijkheid hebt. En ik, maar ook mijn collega's niet, hebben nooit tegen Kamerleden gezegd, je moet je mond houden, je mag je kritische vragen stellen. Absoluut niet. Dat is ook vooral doorgegaan. Maar we hebben wel ook verantwoordelijkheid gevraagd van mensen om, help nou mee met dingen oplossen. Ja, als we daarop verder op doorgaan, hè, los van dat je zou kunnen beredeneren dat het land hier niet heel veel aan heeft, is het wel iets wat misschien ter sprake wordt gebracht, dat de Kamer misschien een beetje als lastpost wordt gezien af en toe, hè? Ja,
Nou ja, en je merkt hier ook wel dat Wouter Koolmees, trouwens dat hij er zat, vond ik in eerste instantie opmerkelijk. Hm. Maar ook, dit zegt wel iets over het feit dat ze willen toch naar buiten willen komen en iets transparanter willen zijn. En dat hij wil uitleggen hoe dat een beetje context wil bieden. Dus dat is goed. Ja, ze zien het inderdaad. Nou ja, niet eens misschien de Kamer, maar die aantal Kamerleden die worden genoemd. En dan vooral die irritatie van waarom moeten dat coalitie zijn? Ja, dus dan gaat het natuurlijk bijvoorbeeld over Pieter Omtzigt, die van het CDA is, die in de coalitie zit, die dan tegen het kabinetsbeleid precies ingaat. Dat is maar niet alleen Omtzigt hoor, want we hoorden Helma Lodders, die niet eerder echt genoemd werd, dus dat was volgens mij. Maar ook Dennis Wiersma, ook van VVD-Kamerlid, en dat gaat weer over UWV-problemen. Dus ze dachten wel een beetje van, ja, laat dat dan lekker even aan de oppositie, en de coalitie moet vooral even eigenlijk met ons meedoen. Maar eigenlijk bewijst dit dan toch ook misschien dat het dus wel werkt, omdat ze dat dus dan toch die kritisch zijn, die Kamerleden. Ja. Oké, nou, we moeten er nu...